Sociale Robot is een vakoverschrijdend STEM-project voor de eerste graad van het secundair onderwijs. En de leerlingen die gaan helemaal het traject van ontwerp tot bouw tot implementatie afleggen van het bouwen van zo'n robot. Ze gaan aan de slag met knutselmateriaal, elektronica, kleine programmeerbordjes. En daar bouwen ze zelf hun eigen ontwerp, die ze dan echt ook helemaal in elkaar steken. Er wordt een sociale robot met wieltjes, met een gezichtje, die reageert op mensen, die reageert op de aanwezigen. En het idee is dat je dus start en alle aspecten van die robot in één steekt. Sociale robot is vakoverschrijdend en echt gericht op leerlingen van de eerste graad. En daar gaat men aan de slag met al die verschillende inputs eigenlijk, van kunst en design tot psychologie, tot het programmeren. Het komt allemaal samen op één project. Wat ook heel fijn is aan zo'n project, is dat het eigenlijk alle interesses ook aanspreekt. Dus je hebt niet enkel de kinderen die graag programmeren of heel technisch zijn, maar ook kinderen die heel graag ontwerpen, die nadenken over op welke kleuren we goed reageren, welke designvormen eigenlijk positief zijn. En dat is heel fijn, want dan spreek je echt verschillende soorten leerlingen aan. Sommige robots, als je een robot maakt die enkel gaat racen, dan spreek je een bepaald soort leerling aan. Die sociale robot doet dat niet. Het is heel breed.